Goed, het is vrijdag en ik vraag je even goed op te letten. We slaan een les over. Die les gaat over rekenmachines en het is dan veel handiger als we dat met elkaar doen met de rekenmachines hier in de klas om te kijken wat er gebeurt. Nou, is dit dus de eerste les van blok 7. Dus dat je goed aansluit, we slaan dus les 14 van blok 6 over. Die doen we in de klas. Net zoals we dat over procent in de klas gaan doen, dat zijn even de lessen van de klas. Je gaat dus nu naar blok 7, les 1. En jullie kennen hem eigenlijk al. We hebben hem al een paar keer geoefend. Het gaat om te kijken waar een getal ongeveer staat op een getallenlijn van 0 tot 1 miljoen. 1 miljoen is een 1 met 6 nullen. Het getal 755.598, en dat zal dan ongeveer in dit stukje geplaatst moeten worden. Enorme bedragen. We gaan eens kijken. We zien een getallenlijn. En die getallenlijn die loopt inderdaad van 0 via 500.000 naar 1 miljoen. Een 1 met 6 nullen. En dan gaan ze vragen, wat staat er in die tussenstukjes? Nou, dan ga ik eens even kijken. Ik heb gewoon proberen. Soms moet je het gewoon proberen. 0, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Nee, geen 50.000. Het moet hoger zijn. 0, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000. Dus het zijn sprongen van 100.000. 100.000, 200.000. 200.000. 500.000, 600.000, 700.000. Je ziet, drie nullen spreek ik gewoon uit als 1000. Dus 700.000. 200.000. De volgende. Ik kijk weer naar de getallenlijn en ik ga weer even denken. Oh. Even kijken, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000. Nee, het zijn geen sprongen van 100.000. Kijken of het sprongen van 10.000 zijn. 400.000, 410.000, 420.000, 430.000, 440.000, 450.000. Kijk nou eens even alleen naar die voorste drie getallen. Dus niet het hele getal nemen. Kijk naar datgene waar het over gaat. En dan ga je aanvullen. 400.000, 410, 420.000. 430, 440, 450, 460, 470. En dan zit je die 1000. Dus kijk gewoon even naar die eerste drie getallen. Niet dat hele grote getal, dan raak je misschien in de war. Kijk. 400, 410, 420, 430, 450. Eerst een kwestie van goed de vragen lezen. Dus niet tussen welke 100.000 tallen. 100.000 tallen. 100.000, 200.000, 300.000, 400. Nou, dit is bijna 200.000. En hij staat dus tussen 100.000 en 200.000. Waar staat dit getal ongeveer? Ongeveer. Ongeveer. Ik ga eens kijken, het gaat om 100. Welk 100.000-tal ligt er het dichtstbij? Ik denk, als ik hier naar kijk, 300.000. Die punt moeten jullie niet zetten, dat is gewoon even voor het overzicht. Dan gaan we even kijken, 0, 100.000, 200.000, dan moet die hier staan. Daar staat 300.000. Even kijken, nu zijn de sprongen wat kleiner. 600.000, 650.000, ik kijk naar die voorste getallen. Dat is een tip die je moet gebruiken. Want dit deed je eigenlijk in begin groep 5. 600,
610, 620, 630, 640, 650. En omdat we in groep 7 zijn, zet je alleen die 1000 erachter, omdat we met grotere getallen werken. Dan kijk ik hier, 600, wat is dat? Nou, ongeveer is dit 640. 1000. Dus dan moet ik gaan tellen, 600, 610, 620, 630. Dus die staat hier. En de laatste alweer. Ja, we hebben dit al vaker geoefend. Waar staat dit getal ongeveer? Eerst ga ik kijken wat de sprongen zijn. En ik kijk weer gewoon 500, 550, 600. Oh, kijk. 510, 520, 530. Nou, de vraag. Is dit nou eerder 510.000 of is dit nou eerder 520.000? Denk daar nou eens over na. Als je gaat afronden zou het daar komen. Maar het gaat om het ongeveer, dus het zit er echt een beetje in het midden. 510, dan is het 515.000. Dus dit, hier moet hij zitten. Goed, ik wens jullie succes. Nogmaals, als je straks gaat starten, let erop dat het blok 7 is, les 1. En dat je niet gaat werken aan die rekenmachineles, want die doen we in de klas. Dus ga naar blok 7, les 1. Maak de opdracht. Doe twee keer de plussom. Tijd over. Die is er vaak wel. Ga naar je streefniveau. Ga naar je werkpakketten. Zorg dat je dat uur aan het rekenen bent. Heel veel succes.